Hallo iedereen, welkom op deze dinsdagmorgen. Mijn naam is Nelise en ik en mijn collega Joost heten jullie van harte welkom op deze Citizen Lab webinar. Het thema van vanmorgen is hoe klim je hoger op de participatieladder of hoe ga je beter de dialoog aan met burgers. En daar gaan we het vanochtend een uur over hebben met de gemeente Schagen en de stad Kortrijk ook, om hun ervaringen over dit thema ook te horen. Ik zie dat er al ruim 50 mensen binnen zijn, dus we wachten nog even op de laatste genodigden en dan gaan we beginnen. Dus voor de nieuwe mensen die binnen zijn, hartelijk welkom op deze Citizen Lab webinar. Vanmorgen gaan we het een uur hebben over hoe klim je hoger op de participatieladder of hoe ga je beter de dialoog aan met burgers. En we verwelkomen dus de gemeente Schagen en de stad Kortrijk om over dit thema mee te praten. Ik denk dat iedereen bijna binnen is. Het is 9:55. Dus we gaan langzaamaan beginnen. En dan ga ik even een slide wisselen. Ja, dus vanmorgen praten we over hoe klim je hoger op de participatieladder. De gasten vandaag zijn Kim Huisman, projectmedewerker van Team Duurzaam bij de gemeente Schagen. En Lize Meert, gebiedswerker bij de stad Kortrijk, een Belgische gemeente. En ik ben Elise, ik ben Country Manager Nederland bij Citizen Lab. En mijn collega Joost is er vandaag ook. Hij is Government Success Manager België. Hij begeleidt gemeentes bij digitale participatie en is verantwoordelijk voor kennisdeling in ons netwerk, wat we vandaag dus ook gaan doen. Even kijken. Wat we vandaag gaan doen in deze webinar. We gaan allereerst heel even kort met Kim en Lize praten. Zij vertellen over hun gemeente en stad en hun rol daarbinnen. En voor de mensen die nog niet bekend zijn met digitale participatie of Citizen Lab, zullen we heel kort even vertellen wat wij precies doen, zodat jullie daar een beter beeld van hebben. En dan duiken we de theorie in. Dus dan gaan we het hebben over de participatieladder, wat dat nou precies is, of het spectrum van participatie, zo wordt er soms ook naar gerefereerd. En vertellen de twee gemeentes hoe ze die participatieladder nou inzetten of juist niet inzetten, of wat voor modellen zij juist gebruiken. En daarna spenderen we best wel wat tijd aan verschillende case studies. Hè? Dus dan gaan de twee gemeentes vertellen over projecten die ze recentelijk hebben afgerond of gaan doen en hoe ze de participatieladder hebben gebruikt en wat ze daarvan hebben geleerd. En dan reserveren we nog wat tijd voor vragen. Vragen van jullie, hè, van de kijkers voornamelijk. Wij zullen ook wat vragen hebben, maar we vinden het juist leuk als jullie je vragen ook aan de twee gemeentes stellen. Dus daar zullen we ruim de tijd voor overhouden. Jullie kunnen niet de vragen sprekend, zeg maar pratend vragen, maar ze kunnen in de Q&A-functie gesteld worden. Dat is iets anders dan de chatfunctie. Dus in de chatfunctie kun je je eventueel voorstellen of technische vragen stellen aan ons. In de Q&A-functie kun je echt de vragen aan de twee gemeentes stellen. Dat is handiger ook om je vragen te beantwoorden. Dus stel ze alsjeblieft daar. En daarna ronden we af. Mochten we niet alle vragen tijdens dit uurtje hebben behandeld, dan zullen we ze nog per e-mail afhandelen. Dus dat komt allemaal goed. Gaan we eerst even over naar de twee dames, Kim en Lize. Kim, zou jij allereerst willen beginnen om wat te vertellen over Schagen? Misschien kent niet iedereen de gemeente en jouw rol in Schagen. Ja. Ik denk inderdaad niet dat heel veel mensen gemeente Schagen kennen. Wij zijn een kleine landelijke gemeente in de kop van Noord-Holland.
Ik weet niet eens hoeveel inwoners we nou precies hebben. Maar 50.000 volgens mij. Ja, volgens mij ook. Binnen de gemeente werk ik als projectadviseur binnen het team Duurzaam. En daar ben ik vooral verantwoordelijk voor het nadenken over de communicatie en participatie van ons duurzaamheidsbeleid naar de inwoners toe. En in die hoedanigheid ben ik ook lid van het kernteam. En wij als kernteam van het participatieplatform denken na, adviseren ook andere projecten binnen onze gemeente en het gebruik van Citizen Lab daarin. Dus wij bedenken de plannen om zoveel mogelijk aan participatie te doen middels het platform. Goed, dankjewel Kim. En Lise, kan jij wat over de stad Kortrijk vertellen en wat jij voor die stad doet? Ja, natuurlijk. Goedemorgen, ik ben Lise Meert van de stad Kortrijk. Wij zijn een Belgische centrumstad in Zuidwest-Vlaanderen. Wij hebben ongeveer 78.000 inwoners, dus wij zijn zeker niet de grootste stad van België. Ik werk ondertussen 10 jaar voor stad Kortrijk als gebiedswerker. Als jobomschrijving is eigenlijk, wij vormen de brug tussen de bewoners en het stadsbestuur. Dus wij proberen in allerhande projecten linken te leggen tussen bewoners en stad. Sinds 2018 zijn we aan de slag gegaan met het platform Citizen Lab. In eerste instantie was dat voor een grote digitale bevraging te organiseren en een digitaal referendum. Maar we waren ook net op tijd om de coronacrisis wel ook wat online wat meer participatie te kunnen organiseren. Dus wat dat wel handig natuurlijk. Goed, dank jullie wel. Ga ik nou heel kort even iets over Citizen Lab vertellen voordat Joost de theorie ingaat rondom de participatieladder. Dus Citizen Lab is een participatieplatform, van origine bedacht voor overheden en burgers om met elkaar in gesprek te staan. Maar het wordt ook door andere, bijvoorbeeld NGO's, bedrijven of verenigingen gebruikt om met hun community in contact te staan. Het is dus een tool om meer mensen of burgers te kunnen bereiken, om centraal al je participatieprojecten te organiseren en te managen, feedback te geven op input die er binnenkomt en door de analyse software hopelijk betere beslissingen te maken op basis van wat burgers graag zien. We hebben het product ontwikkeld met een bepaalde visie in gedachten. Wij streven naar deliberatie of een continue dialoog tussen overheid en burger of community en lid. En wat je nu soms nog ziet, is dat burgers helemaal aan het eind van een participatieproject worden betrokken. Ze kunnen nog net verdedigen of nog net hun input geven voordat iets uitgevoerd of geïmplementeerd wordt. Maar wat wij graag zouden willen zien, en zo is ons product ook ontwikkeld, is om eigenlijk constant in contact te staan met elkaar. Dus dat burgers al thema's kunnen agenderen, hun prioriteiten kunnen opgeven, waar willen ze het over hebben. Over een geheel project, als dat thema dan bepaald is, op te trekken, in dialoog te gaan, zodat beslissingen gesteund kunnen worden, dat er consensus bereikt wordt en dat er ook samen teruggekeken kan worden op projecten. Dus het is een tool om constant in dialoog met elkaar te staan. Dus even om te kijken wat de verschillen nou voor een overheid is en een burger of degene die het managt en mensen, is dat je dus mensen makkelijk bij participatieprocessen kan betrekken. Je geeft feedback op hun input, dus ze voelen zich gehoord. En door de analyse software begrijp je dus beter wat de verschillen zijn tussen de verschillende groepen burgers, als het goed is. En hoe werkt het nou voor mensen zoals jij en ik? Wij kunnen meelezen met projecten die een gemeente bijvoorbeeld begint. Wij kunnen meedoen met discussies, kunnen vragen stellen of onze input en ideeën
delen of op scenario stemmen bijvoorbeeld, zodat we samen besluiten nemen. En dit gaat eigenlijk top-down. Dus dit zijn projecten die dan een gemeente zou beginnen en waar burgers gevraagd wordt om over mee te denken. Er is ook een vorm van bottom-up participatie, dus dat burgers met hun eigen initiatieven of ideeën komen en dus de agenda helpt zetten voor de gemeente. Dus van beide kanten kan een gesprek begonnen worden. En als gemeente of als beheerder van een platform geef je zelf je projecten vorm. Dus je kiest zelf wat voor participatiemethodes je eigenlijk zou willen gebruiken om inspraak te faciliteren. En daarbij kan je eigenlijk elke trede van de participatieladder belopen. Nee? Dus de wat lagere tredes zou je kunnen inzetten, bijvoorbeeld enquêtes of peilingen. Of je zou al wat meer de dialoog aan kunnen gaan door middel van een online workshop of een burgerbegroting samen doen. Over de participatieladder zal Joost nou in meer detail gaan treden. Oké. Dank u, Elise. Kleine technische mededeling, maar je kunt het volgen in de chat. Er was wel opmerking over het geluid van Elise. Inderdaad, er was wat gekraak, dus eens zien of dat straks in orde komt als de microfoon iets dichter bij de mond komt, maar komt wel goed normaal gezien. Dat is voor straks. Ik ga jullie een kort woordje uitleg geven bij de participatieladder. Er zijn eigenlijk twee concepten. De participatieladder is een concept dat een klein beetje wordt achtergelaten. Dus we zijn eigenlijk op een moment waar wij niet volledig afscheid aan het nemen zijn van het concept van een participatieladder, maar meer naar een participatiespectrum, waarbij dat we ons wat baseren op theorie daaromtrend. Dus heel kort daarover. Participatieladder is een concept die jullie allemaal kennen. Dus normaal gezien, het gaat eigenlijk over de mate van invloed die je wilt geven aan mensen bij een beleidsproces. Dus je beslist op een bepaald moment om als overheid, als organisatie, mensen te betrekken bij een bepaalde beslissing, bij een bepaald proces. En je kiest hoeveel invloed je aan die mensen wilt geven. En dat gaat eigenlijk van het geven van informatie, dus onderaan de participatieladder, er komt straks nog een andere afbeelding of visualisatie, onderaan de participatieladder van informeren tot het echt gaan empoweren. Dus dat is verschillende manieren van waarop je mensen kunt laten deelnemen aan een beleid. Dus hier hebben we het al een spectrum genoemd. Er komt straks nog een afbeelding. Laat deze nog maar even staan, Elise. Dus de van informeren tot empoweren en daartussen zitten, raadplegen, betrekken en echt collaboreren of samenwerken is misschien een beter woord. Collaborate. En voor al die zaken, dus voor alle duidelijkheid, informeren en goed informeren en je doelpubliek goed informeren, valt ook onder participatie. Dus het hoeft helemaal niet, je hoeft hier niet per se bovenaan die participatieladder te staan. Dus je kunt die volledig beslaan en je kunt kiezen afhankelijk van wat je precies wil doen, wat je inzet. En hier zie je eigenlijk bij al die verschillende doelstellingen, het informeren, raadplegen of samenwerken, de methodieken die je daarvoor kunt gebruiken. En hier komen we dan een beetje op het terrein van Citizen Lab als platform. Daar kun je afhankelijk van die doelstellingen een methodiek kiezen. En dat gaat over informeren, puur nieuwsbrieven gaan uitsturen, echt de juiste informatie geven, betekent juist en volledig, zodat de mensen zich kunnen baseren op de juiste informatie om mee na te denken of om eventueel verder betrokken te worden in het proces. Het gaat over scenarioplanning, gaat over enquêtes, peilingen. Dus hoe hoger je op die ladder komt, hoe meer mensen zich zullen echt betrokken gaan voelen, hoe meer ze het gevoel hebben dat ze invloed zullen hebben en hoe meer je ze dus gaat empoweren. En voorbeelden daarvan zijn zaken zoals participatief budget of budgetspel, echt mensen laten mee beslissen over geld, over financiële zaken. Dus daar valt veel over te zeggen over die scenario's. Ik denk dat de voorbeelden straks van Kim en Lize ook wel ergens daarop kunnen geplaatst worden. Misschien de volgende slide, Lize. Dus we hebben enerzijds de doelstelling van wat wil je gaan doen, maar wat beloof je als overheid, als lokaal bestuur, als gemeente aan je doelpubliek? En dat is de belangrijke denkoefening bij het bepalen wat je wilt gaan doen. Wat geven wij eigenlijk als boodschap als lokaal bestuur? En hier zie je eigenlijk
in een simpele quote, maar het zegt wel wat je wilt, wat je aan het doen bent. En eigenlijk moet je bij elk proces dat je opzet, zou je kunnen de vraag stellen van wat zijn we eigenlijk aan het beloven aan ons doelpubliek. Hè? Informeren, prima. We gaan jullie op de hoogte houden. Dat is helemaal goed. Maar je kunt ook verder gaan hè, bij betrekken van kijk, we gaan met jullie samenwerken, zodat jullie zorgen, zodat jullie ervoor zorgen en... Die quote is een beetje... Ik denk dat die vertaling iets mis is. We gaan met jullie samenwerken, zodat jullie zorgen... Nee, toch juist. Zorgen en ambities terugkomen in de besluiten. Wat echt wil zeggen, maar kijk... We drukken eigenlijk uit wat wij als lokaal bestuur doen. En dat is iets dat niet mag vergeten worden bij het vastleggen van een bepaald proces, dat die belofte ook duidelijk geuit wordt. Hè? Dus je kunt wel zeggen van... We gaan snel een proces opzetten of we gaan iets klaarzetten. Maar vergeet daarbij nooit van... duidelijk te zeggen wat je belooft. Hè? Wat je echt gaat doen en wat je ook belooft om te gaan uitvoeren. En je ziet hier de verschillende stappen. Hè? Empoweren is ook letterlijk de hoogste stap. We gaan wat jullie beslissen echt gaan uitvoeren. Het gebeurt, laat ons eerlijk zijn, niet heel vaak. Hè? Dan moet je echt al heel hard opgeschoven zijn op die ladder om dat ook effectief te gaan doen. Maar collaboreren of samenwerken. We gaan jullie advies ter harte nemen. We gaan jullie ideeën ter harte nemen. En we zullen die zoveel mogelijk meenemen in de beslissingen die we gaan nemen. Dus het is heel belangrijk om die denkoefening te maken. En niet zozeer van, we gaan dit nu doen en nadien ronden we het af en analyseren we en nemen we een beslissing. Zeg ook wat je doet met die input. Zeg ook wat je belooft. Hè. Probeer dat zo uitdrukkelijk mogelijk te maken. Ik denk dat dat belangrijk is bij vele... processen. En die zitten er vaak wel indirect in, maar de expliciet maken is daarbij wel, wel belangrijk. Yes. Kort, hè, dus ik ga de vragen ook voor mijn rekening nemen. Het is nu een beetje kijkend naar die participatieladder, naar dat spectrum. Hè, dus we zitten in die overgangsfase van ladder naar spectrum. De vragen voor Kim en Lize nu. Hè. Kunnen jullie eens... maken jullie die denkoefening als jullie een project gaan op het platform zetten of een proces gaan opzetten los of op het platform? Misschien gaan we eerst tot Kim richten. Hè? Als jullie een proces op het platform gaan zetten, hoe denken jullie die uit of hoe gaan jullie van start? Hè? Je mag het heel praktisch maken. Hè? Je hoeft je geen rekening te houden met die theorie as such. Ja. Maar hoe leggen jullie een denkproces uit? Denken jullie daarbij na hoe je het vertaalt naar de deelnemers? Absoluut. Wij heel bewust zetten wij de participatieladder daarin niet in. In principe gaan wij ervan uit, we hebben als organisatievisie, wij streven naar de hoogst mogelijke vorm van participatie. Dus eigenlijk elke projectleider die bij ons komt en zegt, hey, ik wil een project op het platform, gaan we eerst nadenken over wat is de vraag die je eigenlijk stelt. Wat wil je weten? Waarom wil je participatie hebben in je project? En dan gaan we een beetje duwen en trekken van kunnen we het eigenlijk nog verder opschuiven? En dan gaan we met elkaar nadenken over welke tools van het platform kunnen we inzetten om maximale participatie neer te zetten. En dat verschilt heel erg. Want in sommige projecten is de participatie niet verder dan met elkaar betrekken. Informeren is altijd een van de belangrijkste onderdelen van participatie binnen alle projecten die we doen. En we streven naar in ieder geval betrekken en collaboreren. Op die manier richten wij de projecten op ons platform in de basis in. Letten jullie daarbij op de manier waarop je het naar het doelpubliek brengt? Hè? Dus enerzijds is van de boodschap die jullie op het platform of in de communicatie zetten. En hoe zorg je ervoor dat duidelijk is voor het doelpubliek? Dat doen we absoluut, omdat een projectleider soms met een vraag komt die eigenlijk niet geschikt is om op het platform te stellen. Omdat je de vraag soms moet in stukjes opbreken naar participatiemethode. En daarbij moet je heel goed nadenken over wat is de methode en wat zijn de resultaten die daaruit komen. En wat ga ik doen met de resultaten? En dan bedoel ik met de resultaten, wat ga ik vragen aan inwoners? Waarover kunnen ze meebeslissen? Geef ik ze de kans op reactie?
Of geef ik ze alleen de kans op een duimpje omhoog of naar beneden? Of mogen ze inderdaad ideeën brengen? Ja, dan moet je heel goed nadenken over, als je dat hebt vastgelegd, hoe dient dat de vraag die je als projectleider hebt? En wat kan je beloven in wat je gaat doen met de inbreng van je inwoners? Dus daar moet je heel goed over nadenken in de inrichting van je project en je proces. In zowel de informatie die je verschaft, als de methodes die je inzet en het eindresultaat wat je voor jezelf en je inwoners wil bereiken. Ja. Ja, heel fijn om dat te horen, dat je daarop, dat je inderdaad die denkoefening op voorhand gebeurt. Bij jullie, Lize, ik weet dat er op jullie platform lopen heel wat. Ik zal straks ook wat concrete voorbeelden vragen, hoor, maar bij jullie lopen er heel wat trajecten. Die denkoefening op voorhand, hoe beginnen jullie daaraan? Wanneer zeggen jullie van oké, dit is klaar om uit te zetten, om naar het doelpubliek te trekken op het platform of, waar, of op welke manier dan ook. Hoe verloopt dat bij jullie? Onze participatieproject, ik hoor dat jullie mij beter horen, anders ja, geef ik maar een seintje. Ik denk van ver, maar het is wel beter, ja. Oké, ik ga mijn micrometje vasthouden. Wij hebben eigenlijk twee pijlers binnen ons participatietraject. Dus enerzijds hebben wij heel veel participatie dat we organiseren bij echt concrete ruimtelijke projecten die op de planning staan in Kortrijk zelf. En anderzijds hebben wij ook het traject Kortrijk Spreekt. Dus eigenlijk bij de ruimtelijke projecten wordt er inderdaad eerst nagaan van wat houdt het project zelf in? En dan hangt ook heel veel af van het stadsbestuur, hoe ver dat zij nog willen schuiven binnen dat ruimtelijke project. Afhankelijk daarvan wordt er dan gekeken van hoe ver kunnen wij gaan. Vaak combineren wij eigenlijk ook wel die participatieladder, die verschillende stappen. Het gebeurt dat we bijvoorbeeld naar de ruimtebevolking echt enkel informeren en raadplegen doen. En dat wij dan bijvoorbeeld nog bij een soort klankbordgroep samenstellen of een adviesgroep met stakeholders uit de buurt. En die krijgen dan eigenlijk meer zeggenschap in een bepaald project. Dat is nu voor die concrete ruimtelijke projecten. Daarnaast hebben we ook nog het traject van Kortrijk Spreekt. En dat zijn eigenlijk een aantal acties die gelanceerd worden in het begin van de legislatuur, waar dat we dan wel streven naar een verdere vorm van participatie. Dat gaat dan bijvoorbeeld over een digitaal referendum, waarbij dat er een concrete vraag gesteld werd en waarbij dat mensen echt, het echt voor het zeggen hadden. Nee? Dus dat was met een serieus reglement die daaraan gekoppeld was. En effectief, als er ja of nee gestemd wordt, daar hield het stadsbestuur zich daar dan aan om het de rest van de legislatuur of uit te voeren of zeker niet uit te voeren. Ja, ja, dat digitaal referendum bij jullie was inderdaad een heel duidelijke... er werd echt beslist ja, nee en het wordt ook ja of nee uitgevoerd. Hè. Dus dat wil zeggen dat dat hoog op de ladder stond. Wat ik interessant vond, bij wat je zegt, is ook bij dat denkproces op voorhand, van je betrekt daar inderdaad het politieke apparaat bij. Hè. Jullie werken allebei in ambtelijke structuren. Hoe hard hebben jullie... ik ga misschien eerst de vraag aan Kim nog stellen... De politiek nodig. Hè? De politieke situaties of het apparaat in Nederland en Vlaanderen is misschien een klein beetje anders, maar wanneer betrekken jullie beleidsmensen of politici bij de opstart van een participatieproces en hoe verloopt dat? Hè? Want dat is vaak een moeilijke evenwichtsoefening van wat zetten we uit, wat niet, wat is er al beslist, wat is er beslist beleid, waarover kan wel nog participatie gevoerd worden, hoe doen jullie dit? Binnen welk proces betrekken jullie politici bij de opstart van processen? Ja, ik neem aan dat ik als eerste daar iets over mag zeggen. Over het algemeen hebben wij tot nu toe vrij operationele vragen staan op het platform. Dus daar is eigenlijk al beleid over. Op zich hebben wij... proberen wij ook zo goed mogelijk de transitievisie warmte en de regionale energiestrategie ook op het platform te plaatsen. En dat zijn voorbeelden van projecten waarbij we zeker nog de politieke bestuur mee moeten nemen. En dan kijken we eigenlijk ook daarin hoe kunnen we zoveel mogelijk de stem van de inwoners laten horen om een gewogen besluit te laten nemen door de politiek. Dus hoe kunnen de resultaten van het platform complementair zijn aan datgene wat we aan onze bestuurders ter besluitvorming brengen. Maar ja, de meeste projecten zijn wat operationeler en daar is al beleid over geweest. En daar binnen die kaders voeren wij uit.
En we stellen daar wel zoveel mogelijk van op de hoogte. Ja. Bij jullie misschien nog, Lilize, onderbreek mij, want qua timing moet jij mij een beetje in het oog houden. En Lize, bij jullie, heb je soms het gevoel dat politici, het gaat over, laten we zeggen, de treden van de participatieladder, de betrokkenheid van politici, is daarbij belangrijk, of van de beleidsploeg? Hè? Hebben jullie soms het gevoel dat politici jullie daarin als ambitieuze gebiedswerkers, ambitieuze participatiemensen daarin tegenhouden? Of hoe beïnvloeden zij jullie beslissing om al dan niet met een proces te starten? Het is eigenlijk heel projectafhankelijk. Maar ons stadsbestuur is wel heel open-minded en steunt dat echt wel enorm. Alles van participatie, ik vind dat de laatste jaren is het ook echt ook veel gestegen eigenlijk. De hoeveelheid participatie dat wij wel proberen te organiseren. Maar zij gaan er eigenlijk wel heel hard in mee. Maar dus bij elk project wordt er inderdaad echt van bij het begin van het project met de politiek samen gezeten om te kijken van kijk, wat ligt er vast? Waar is er nog speelruimte? Waar kunnen we nog participatie organiseren? In welke vorm kunnen we dat ook nog doen? Dat is eigenlijk iedere keer een zoektocht, maar heel projectafhankelijk. Oké. Zeg maar, Elise. Ja, ik denk dat het goed is om door te gaan naar de echte cases dan. We hebben echt al superveel geleerd over hoe jullie werken met modellen en hoe jullie intern organiseren. En leuk om nu de praktijk in te duiken. Dus beide gemeentes gaan wat case studies voorleggen. En we blijven nu gewoon in de presentatie. En na de presentatie krijgen jullie allemaal de presentatie opgestuurd. En dan kan je ook het platform zelf bezoeken, mocht je het allemaal willen nalezen. Ik ga het nu even met Kim hebben over twee projecten. Verkeersveiligheid in jullie gemeente en vergroen je school of vereniging. Kim, zou jij willen beginnen met wat te vertellen over het verkeersveiligheidsproject wat jullie recentelijk hebben gedaan? Jazeker. Ja, dat vind ik ik vind het echt een heel leuk project, omdat het is begonnen met een strategisch beleidsmedewerker die zei ja, Kim, we hebben we willen een risicoanalyse laten uitvoeren. Of we zijn een risicoanalyse aan het uitvoeren. En daarvoor gebruiken wij data samen met andere gemeentes uit de provincie. En data vanuit de provincie. Maar die data zegt niks over hoe onze inwoners verkeersveiligheid interpreteren binnen onze gemeente. En hij wilde inwoners betrekken bij de risicoanalyse die hij aan het uitvoeren was. En uiteindelijk heeft hij ervoor opengestaan om inwoners de mogelijkheid te geven om hun situatie als idee op de kaart te pinnen en te zeggen, hier voel ik me onveilig om deze reden. En zo kreeg hij heel inzichtelijk waar de emotie van de mensen zitten. Maar ook belangrijk, wat geeft hun het gevoel wat iets wel of niet veilig maakt. Daar heeft hij na de pin op de kaart heeft hij ook nog een enquête onder alle mensen, of alle inwoners van Schagen konden daar uiteraard aan meedoen. Heeft hij ook nog uitgestuurd, dus door middel van ideeën en het plaatsen van een foto en door middel van de enquête, heeft hij zijn risicoanalyse kunnen verrijken. Daar is hij op dit moment mee bezig om het uit te schrijven en allemaal te verwerken. En ik zei ook al tegen Elise, wat ik hierin een heel mooi proces vindt, is hij gebruikt het aan de ene kant voor de verkeersveiligheid in onze gemeente. En dat is een hele belangrijke leidraad de komende jaren om de verkeersveiligheid te gaan verbeteren. Maar het geeft hem ook heel veel inzicht in waar de lokale en echt de plaatselijke brandhaarden zitten als het gaat om verkeersonveiligheid. En daar kan hij samen met zijn collega's van verkeer heeft hij hele waardevolle data en is hij ook, kan hij het ook gebruiken. Dus het is eigenlijk bedoeld voor verkeersveiligheid, maar het gaat veel breder dan dat. En dat vind ik een heel mooi voorbeeld van hoe je participatie voor je kan laten werken.
Ja. Hij heeft het niet geschuwd om een ideeënfase ophalen. Nou, we hebben volgens mij 264 reacties gekregen. Ja. Dat is heel fors. En hij wist ook van tevoren, als ik dit ga doen en het gaat echt de lucht in, dan moet ik ook wat doen met die data. Maar hij zegt, ik ga het doen, want ik vind het belangrijke informatie om te hebben. En dus hij heeft ze wel aangezegd en is nu ook bezig om B te zeggen. Ja, hartstikke goed. Dus het plan was om alleen een vragenlijst uit te zetten. En uiteindelijk hebben jullie ook gekozen voor mensen hun ideeën laten pinnen op een kaart. Waardoor er een veel beter beeld was van wat zien mensen nou als veilig of onveilig. Ja. Dus die kleurrijke data, zeg maar, hebben jullie zo op weten te halen voor toekomstig beleid. Absoluut. En daar zit ook wel de gedachte. Kijk, als je inwoners vraagt van, joh, dit is een rapport met een risicoanalyse. Bent u het hiermee eens of niet mee eens of mist er wat? Dan krijg je inwoners vaak niet mee, omdat het staat te ver van hun bed af. En we hebben ook gekeken in het neerzetten van de vragen op het platform. Hoe kunnen we verkeersveiligheid echt in de achtertuin brengen. Dus het mensen ook daadwerkelijk mee laten doen, zodat ze snappen waar die risicoanalyse voor dient. En ook om te kijken waar ze dan daadwerkelijk invloed op kunnen uitoefenen. En ze dat ook duidelijk maken. En volgens mij is ons dat heel goed gelukt met dit project. Ja, en wat hadden jullie precies beloofd, zeg maar, aan bewoners? Hè? Als ze hun idee pinden op een kaart, krijgen ze er nog een terugkoppeling van? Of is dat wel afgerond? Ja, nou, dat is de risicoanalyse. Dus eigenlijk overal, we hebben gezegd, we nemen het mee in het plan om de verkeersveiligheid binnen onze gemeente te verbeteren. En daar wordt op dit moment aan gewerkt. Goed, dankjewel. Ja. Klinkt als een heel interessant onderzoek. En zou je ook nog kort kunnen vertellen over Vergroen je school of vereniging, waar heel veel mensen in Schagen over hebben meegedacht? Ja, nou, dit is de projectleider hierachter, of ook strategisch beleidsmedewerker Groen en Biodiversiteit, heeft een hele hoge ambitie om onze gemeente zoveel mogelijk te vergroenen. Maar hij is van mening dat hij kan wel bepalen waar hij bomen of struiken of planten neer gaat zetten. Maar hij wil eigenlijk dat het bij de inwoners zelf ligt. Dus we hebben nagedacht over hoe kunnen we inwoners zoveel mogelijk hierin betrekken. En hij heeft het aangedurfd om het echt helemaal open te laten. Geef ons uw idee. En dan gaan we samen kijken hoe we dat mogelijk kunnen maken. En dat is, dat zie je niet veel, dat projectleiders, of in ieder geval degene die een project inbrengen op een platform, zo'n open een mate van participatie aandurven. Mm-hmm. En het is ook wel een heel leuk traject geweest. Er is met alle indieners is er persoonlijk contact geweest. Er zijn gesprekken geweest. En dat heeft ook weer heel veel waardevolle informatie opgeleverd. Niet eens per se ten behoeve van dit project. En we hebben ons bewust gericht op scholen en op verenigingen. Openbare gebouwen. Maar dit project was voor ons ook een van de projecten waarmee we als gemeente bijna een jaar geleden ons platform wilden lanceren. Ja. En wij wilden heel snel, heel graag, zoveel mogelijk inwoners op het platform. Want hoe meer inwoners je hebt, hoe registraties je hebt, hoe beter je ze ook kan inzetten ten behoeve van participatie en de projecten die je doet in de gemeente. Dus het was eigenlijk een beetje de bedoeling dat we zoveel mogelijk op scholen gingen richten. Want scholen zijn kinderen. En kinderen hebben heel veel, daar willen mensen zich graag voor inzetten. Dus we hebben veel ouders, opa's, oma's, ooms, tantes, konden allemaal stemmen om hun school, de school van hun kind, dit te laten winnen. En degene die de projecten heeft bekeken op het platform, het zijn echt mooie projecten geworden. Ja. En hebben jullie dus eerst kaders gegeven om mee te denken? En hoe hebben jullie precies meegedacht met de ideeën? Ik weet niet of de ideeën goed genoeg waren om al uit te voeren. Hoe hebben jullie hulp geboden aan de burgers? Ik zelf ben heel erg van mening dat op het moment dat je
het hem opengooit, dus de participatie opengooit en zegt, nou, geef ons uw idee, dan gaan we daarmee aan de slag. Dat hangt ook wel samen met doen wat je zegt en zeg wat je doet. En daarin zijn duidelijke kaders zijn wel heel belangrijk, omdat het anders inderdaad uit de bocht kan vliegen. Dus heel duidelijk zijn over wat kan wel en wat kan niet, zonder het gelijk zo dicht te zetten dat alle creativiteit en lust om überhaupt te doen aan participatie eruit verdwijnt. Ja. En volgens mij is ons dat gelukt. We hebben een kaderdocument opgesteld waarmee we zeiden van, nou, hier moet het project minimaal aan voldoen. Dus we konden ook heel makkelijk ideeën afwijzen. Alle idee-inbrengers, daar is in een volgende fase op het project contact opgenomen. Hebben we met elkaar gekeken naar wat is er wel haalbaar, wat is er niet haalbaar. En we zijn ook heel duidelijk geweest, als jouw idee wint, krijg je een geldbedrag. Maar dit is het geldbedrag en de rest, als jouw project buiten die begroting past, ja, dan moet je dat zelf doen. Daar gaan wij dan als gemeente geen... Dus daar zijn we duidelijk geweest in de kaders die we vooraf hebben gesteld, zodat we daar achteraf geen discussies over konden krijgen. Ja. Oké, okay, goed. En hoe nu verder? Hier was ook een vraag over in de Q&A. Dit is eigenlijk een soort burgerinitiatief als onderdeel van een burgerbegroting en geld dat verdeeld wordt. Ja. Wie gaat dit nu uitvoeren? Is het de gemeente of gaan de burgers helpen om dit te onderhouden? Hebben jullie daar al een duidelijk beeld van? Ja, absoluut. En daar zijn we ook vanaf het begin af aan duidelijk in geweest. Het project of alle ideeën die ingediend moesten worden, moesten zelfredzaam zijn. Dus wij als gemeente zouden helpen in de ondersteuning en in het aanleveren van planten en struiken. En een stuk advisering. Maar in principe moesten de scholen en verenigingen daar zelf zorg voor dragen. En daar hebben we ook gewoon veel contact over gehad. Tenminste, er is in de tweede fase, na de ideeënfase, is er contact geweest met alle idee-indieners om heel duidelijk te zijn over wat we van elkaar konden verwachten. Ja, oké. Okay, dus het was eigenlijk een belofte naar twee kanten. Jullie beloven mee te helpen met het uitvoeren en de burgers beloven om het zelf ook te gaan onderhouden. Ja. Even om het af te ronden, de case studies van Schagen. Als je naar deze twee projecten kijkt en naar de toekomst, wat zou je anders doen de volgende keer? Of beter doen als er nog verbeterpunten waren? Het zijn altijd verbeterpunten. Ik ben van Vergroen je School. Het verbeterpunt wat we daar vooral hadden is het tijd. Dus een langere aanloop, een goeiere aanloop. We hadden vanwege de lancering van ons platform eigenlijk onvoldoende tijd om er een goede communicatiecampagne omheen te zetten. Die hebben we naar eer en geweten absoluut gedaan. Maar directe mailings naar de scholen, ze beter betrekken. Dus andere vormen van communicatie en daar meer tijd voor nemen. Dat was absoluut de belangrijkste les in dat project. Ik denk verkeersveiligheid, daar hebben we... Ik denk dat gewoon heel goed is gelopen. En ook gezien de reacties. Dus daar heb ik op dit moment niks op aan te merken. Mooi. Oké, dankjewel voor het delen van je ervaringen. Dan gaan we door naar Joost en Lise over Kortrijk. Yep. Ah, oké. Okay. Qua afbeeldingen staat er eentje open nu. Ik denk dat is misschien in de voorbereiding. We gaan het ook nog over iets anders hebben. Hè. Dus, er is één project die je hier links ziet staan. Het stadsbudget, het burgerbudget, dat deze week wordt gelanceerd. Hè. Daar kan je zeker iets over zeggen, Lise. Maar de andere afbeelding die erbij had gestaan, was die van het digitaal referendum die jullie hadden gehouden. Omdat dat toch wel een spraakmakend proces is geweest, project is geweest. Misschien moet je daar, kun je daar iets over zeggen. Dus jullie hebben, als ik heel even context, digitaal referendum gehouden, een ja-nee-vraag aan het doelpubliek gesteld, daar een communicatieaanpak rond opgezet. En die gaan jullie nu ook herhalen volgend jaar of eind dit jaar opnieuw een digitaal referendum. Kun je daar een woordje over zeggen? Van waar die ambitie van dat digitaal referendum? Wie hebben jullie daar proberen mee te bereiken? Want dat is echt wel iets dat hoog op de participatieladder staat. Los van het feit dat jullie platform ook een rijkdom aan andere projecten heeft. Het digitale referendum, hoe hebben jullie die vraag vastgelegd en hoe is dat gelopen?
Oké, inderdaad, een digitaal referendum. Misschien je microfoon dicht genoeg, want het is op... Ja, oké, dat is beter. Het digitaal referendum hebben we voor de eerste keer georganiseerd in het najaar van 2019. Dat was eigenlijk een idee van het nieuwe stadsbestuur. En de vraag kwam eigenlijk ook van onze burgemeester toen. Was dat nog van Sam van Quickenborn? De vraag luidde van, we zouden maandelijks één autovrije zondag organiseren. Dus de hele binnenstad van Kortrijk maken we elke één keer in de maand op zondag autovrij. Dat was eigenlijk gewoon een idee. Er zijn van alles van ideeën geweest, maar het ging wel telkens echt over die binnenstad, over emissiezones. Maar dat bleek dan niet haalbaar in Kortrijk. Dus daarmee zijn ze voor die vraag gegaan. Wij waren nogal overrompeld. Wij hebben daar bijna 10.000 Kortrijkzaan hebben daar eigenlijk over op gestemd. Dat is echt enorm opgepikt geweest door de media, maar ook echt gewoon door handelaars, door horecazaken. Iedereen had daar eigenlijk wel echt zijn mening over. Vooraf hebben we daar een reglement over gemaakt. Dat was eigenlijk niet zo eenvoudig, want over een referendum, de zaken in het lokaal decreet zijn daar eigenlijk heel strikt over. Dus we hebben daar met onze juridische dienst wel serieus wat uren in geïnvesteerd om daar een degelijk kader rond te maken. En dan is dat op het Citizen Lab platform verschenen, maar hebben we ook echt een enorme communicatiecampagne gedaan. We hebben ook infoavonden georganiseerd over hoe je eigenlijk concreet je stem kon uitbrengen, maar ook inhoudelijk met een aantal mobiliteitssprekers ook de voor- en de nadelen geschetst. Dus echt mensen, we konden daar wel echt een serieuze mening over vormen. Een week lang hebben mensen dan kunnen stemmen. We zijn echt ook met mensen op de markt gaan staan om te zeggen, momenteel loopt er een digitaal referendum. Je kan daaraan meedoen. We hebben met tablets, mensen tablets gegeven. Dan, dat ze eigenlijk op het moment zelf konden doen. We zijn zelf deur aan deur gegaan. Dus, de 10.000 deelnemers komen ook niet zomaar uit de lucht gevallen. We hebben daar echt wel een serieuze offline campagne rond gedaan ook. Maar het resultaat was uiteindelijk negatief, net, maar toch negatief. Dus heeft het stadsbestuur zich nu ook geëngageerd om zeker deze legislatuur geen maandelijkse autovrije zondagen te organiseren. Nu 2020, door de coronacrisis, waren er eigenlijk andere prioriteiten. En het is wel een serieuze tijdsinvestering om zo'n digitaal referendum te organiseren. Dus is het beslist geweest om het niet te organiseren. Nu staat het wel weer op de planning om normaal november, begin december opnieuw een digitaal referendum te organiseren. Maar ik kan nog niet meer zeggen over de vraag, want we zijn daar eigenlijk volop over bezig. Maar normaal gezien wordt dat eigenlijk deze week wel afgeklopt. Ja. Nu, het succes wel van die vraag. Ik denk wel echt het thema mobiliteit en Kortrijk is al nogal een hot item. Dus dat heeft er denk ik wel heel veel mee te maken dat wij toen bijna 10.000 deelnemers geraakt zijn. Iedereen heeft daar eigenlijk gewoon ook zijn mening over. Dat is nu natuurlijk ook nog wel een moeilijkheid voor zo'n tweede digitale referendum. Op zich wil je natuurlijk wel ook weer graag richting die 10.000 deelnemers gaan, maar de vraag moet dan natuurlijk ook wel wat evenwaardig zijn. Dus dat is nu wel een serieuze zoektocht geweest naar wat het zal worden. Ja, misschien één vraagje over die methode. Hè. Je zou kunnen zeggen van het is een hele droge ja-nee vraag geweest. Hè. Dus mensen konden of ja of nee antwoorden. Anderzijds lieten jullie ook mensen reacties geven. Hè. Dus konden mensen nog iets meegeven. Het is een peiling geweest, met toch ook als manier om mensen naar het platform te brengen. Hè. Of om mensen toch te tonen dat het gemeentebestuur of het stadsbestuur een ambitie heeft in zaken participatie. Ik denk dat is zeker een doel geweest die is ingevuld alvast. Nu, qua andere methodieken, om eventjes weg te gaan van het digitaal referendum, ik nodig jullie ook om het platform van Kortrijk dat even te bekijken. Maar jullie gaan nu ook... jullie hebben ook een aantal gelijkaardige trajecten als bij Schagen gedaan rond mobiliteit en dergelijke. We gaan daar nu eventjes niet diep op in. Maar wat er nu zit aan te komen volgende week is het stadsbudget. Hè. We zien bij heel veel Nederlandse en Vlaamse gemeenten trajecten rond stadsbudget, burgerbudget en dergelijke. What's in the name? Je kunt het noemen zoals je wilt, een participatief budget. Dat is ook een term die vaak voorkomt. Jullie gaan dat nu opzetten. Hoe zijn jullie bij dat project gekomen? Dat scoort hoog op de participatieladder. Mensen kunnen echt geld krijgen om hun initiatieven uit te voeren, om ideeën uit te voeren.
daar zal meer dialoog zijn. Hoe is dat tot stand gekomen, het opzet van het stadsbudget? Voor een legislatuur hebben we eigenlijk gewerkt met het concept Kortrijk doet mee. Dat was echt om ook Kortrijk zelf meer te motiveren en enthousiasmeren om eigenlijk ook concrete kleine zaken in de straat of buurt of wijk echt in hand te nemen, maar ook zelf uit te voeren. Vroeger was het eigenlijk nogal de traditie van mensen vroegen van kan er hier geen speelpleintje aangelegd worden, kan er hier geen petankebaan komen, mogen we hier geen moestuintjes doen, maar verwachten ze iedere keer het engagement van de stad om dat dan effectief te realiseren. Wij vonden dat het eigenlijk tijd werd dat de Kortrijkzaan zelf ook meer het heft in handen namen, dus daarmee hebben we dan Kortrijk doet mee gelanceerd. Nu, dat was ook nog op een ander platform dan Citizen Lab. Nu, dat heeft wel gewerkt, maar dat bleek toch nog altijd moeilijk te zijn. En dan hebben wij ons laten inspireren ook door de Belgische steden Gent en Antwerpen en zo, waarbij die daar ook al mee geëxperimenteerd hebben. En daardoor kwam bij ons ook het idee om eigenlijk één grote oproep te doen om nu 100.000 euro te voorzien voor de Kortrijkzaan. En ze kunnen zelf projecten indienen van A tot Z. En wij gaan hen begeleiden om wel tot de uitvoering te komen. Maar vandaar kwam het idee. Het voordeel van zo'n algemene oproep is dat je natuurlijk ook een veel sterkere communicatiecampagne kunt op poten zetten en dat we hopen om zo echt wel creatieve leuke ideeën van onze partizanen binnen te krijgen. Ja. En jullie gaan daar ook een communicatiecampagne rond opzetten, doelgroepen gaan proberen te bereiken. Hoe gaan jullie dat doen? Of ook een beetje, hoe hebben jullie dat in vorige trajecten gedaan? Jullie zijn als gebiedswerkers, als wijkmanagers actief in de wijken. Hoe gaan jullie die doelgroepen zover krijgen om hun ideeën te gaan indienen voor het stadsbudget? Natuurlijk sowieso met de klassieke methodes. Een groot persmoment, de sociale media, de website, flyers, de stadsmagazine, de klassieke kanalen. Maar daarnaast hebben we het ook sterk gepromoot, ook intern, bij alle diensten. Dus de mensen die echt contact hebben met de scholen, die gaan dat ook actief gaan promoten in de scholen, bij de jeugdbewegingen. Echt wel actief op pad gaan ook zelf hebben. Als gebiedswerker vormen wij sowieso de brug tussen de burgers en het stadsbestuur. Dus wij hebben zelf ook wel in ons eigen gebied een groot netwerk waarbij dat wij echt de ideeën gaan voorstellen. Eigenlijk mensen ook een keer opbellen van kijk, wat zijn de mogelijkheden? Dus echt heel actief promoten. Ja. Maar we zijn enorm benieuwd. We gaan deze oproep twee keer lanceren. Dus ik denk ook doordat we het nu één keer gaan doen, dat gaan we een beetje zoeken zijn. Maar dan natuurlijk zo'n tweede oproep, dan kun je al werken met concrete voorbeelden van de eerste oproep. Dat is natuurlijk ook vaak sterker om dat te doen. En we zetten ook mensen in die het echt die een groot netwerk hebben, die het ook voor ons mee verspreiden binnen het netwerk. Ja. Misschien nog één vraagje daarover. Ik ga misschien niet de laatste vraag over wat anders doen komen, maar nog één vraagje over het stadsbudget en ook opnieuw een beetje als voorbeeld van vorige, exemplarisch voor vorige trajecten, de dialoog die jullie gaan aangaan. Het is niet zozeer een ideeënbox. Mensen kunnen niet zomaar ideeën geven, maar het is ook de bedoeling dat mensen het samen gaan doen en dat er ook kan gereageerd worden op ideeën van elkaar. Dus je gaan ook reacties openzetten. Dus het is ook de bedoeling dat het gaat groeien. Kun je daar, waarom hebben jullie daarvoor gekozen en niet bijvoorbeeld voor een in die ideeënbox waar mensen iets inposten en dan gewoon afwachten wat het antwoord is? Want er zal wel degelijk een dialoog zijn van waar die keuze? We willen echt dat projecten zijn die echt van onderuit groeien en gerealiseerd worden. We willen natuurlijk ook niet een bepaald budget aan twee Kortrijks aangeven die daar iets willen doen. We willen echt dat eigenlijk gedragen is door een ganse straat, een ganse wijk. Dus vandaar dat we inderdaad die verschillende stappen voorzien hebben om dat te doen. Het gaat ook over 100.000 euro in totaal. Dus we willen dat ook, als stad zouden we ook kunnen beslissen. Maar kijk, die vijf projecten vinden we super waardevol. Daar geven we ons geld aan. Maar we willen echt dat leeft en dat ook van onderuit dan beslist wordt naar welke projecten het geld gaat. Oké, goed. Goed, dankjewel. Dan gaan we nu naar de conclusies en gaan we zoveel mogelijk vragen beantwoorden van de kijkers. Er staan er een stuk of 10 op ons te wachten. Laten we kijken hoe ver we komen. En als we het niet halen, dan gaan we dat per e-mail afhandelen.
Afsluitend wil ik aan jullie vragen of jullie nog praktische tips hebben, hè, voor mensen die nu met de voorbereiding van een participatietraject bezig zijn en ook, hè, wat meer de dialoog willen opzoeken. Wat zouden jullie wel of niet doen op basis van jullie ervaring? Kim, misschien zou jij willen beginnen. Oh ja, daar kan ik echt de uren over praten. Maar ik denk, als ik hem samenvat, is wek niet alleen de indruk van participatie, maar laat inwoners ook daadwerkelijk echt meebeslissen. Dus doe niet alleen, maar ja, we geven u deze en daarna gaan we wel kijken of we wat doen met uw stem, maar doe echt iets met die stem. Stel duidelijke kaders in het project dat je doet, maar stel je kwetsbaar open en lerend op. Wij weten het ook niet. Wij zijn dit ook als gemeente aan het doen. En we willen samen met onze inwoners kijken hoe we de participatie kunnen verbeteren. En ook meebewegen met waar een project op een platform heen gaat. En zorg voor goede communicatie. Bouw echt ook een goede communicatie om je campagne heen. En dat is wel heel belangrijk in überhaupt inwoners meekrijgen met de participatiemethode die je biedt op een platform. Ja. Dus combinatie van zowel offline als online participatie is denk ik heel belangrijk. En dat zijn eigenlijk mijn belangrijkste tips in wat je wel en wat je niet zou kunnen doen. Ja, dus over je laatste punt, ruimte en ook tijd voor communicatie. Hè? Zodat mensen genoeg tijd hebben om na te denken, bijvoorbeeld over hun initiatieven ook. Ja, maar het is iets er alleen opzetten en dan een berichtje uitsturen naar je inwoners werkt niet. En ik adviseer ook collega's vaak om zowel na te denken over brieven als de lokale krant, als de sociale media, als LinkedIn. En per doelgroep en per vraag op het platform of per project op het platform heb je een andere manier van je inwoners aanspreken. We hebben voor het ene project hebben we een direct mailing, dus echt een huis-in-huis brief. Ja. En voor een ander gebruiken we alleen de sociale media. Maar een communicatiecampagne is een belangrijk onderdeel van je project op platform. Ja, goed. Goed, dankjewel Kim. Ik ben benieuwd wat Lise afsluitend te vertellen heeft. Wat zou je wel doen of niet meer doen in een volgend project? Maar ik volg zeker ook de zaken die Kevin net aangehaald heeft. Maar iets wat wij ook nog proberen te doen, is als je bijvoorbeeld merkt dat er een bepaalde methodiek niet werkt, ook wel nog een keer durven te veranderen. Durven alleen de aanpak halverwege het traject dan toch ook nog een keer over een andere boeg te gooien. Als je voelt van dat werkt niet of dat slaat niet aan bij de mensen, we krijgen ze niet mee. Ja, zeker durven veranderen. Ja. Goed, dankjewel. Ik ga even door wat vragen die er zijn. We hebben het best wel veel over initiatieven gehad, als onderdeel van een burgerbegroting bijvoorbeeld. Ik vind de vraag van Jenny interessant. Het gaat over een project heeft een kop en een staart. Echte initiatieven zijn vaak doorlopend. Hoe houden jullie die betrokkenheid nou vast? Bijvoorbeeld hè, een moestuininitiatief, hè, dat je de burger vraagt om dat te onderhouden. Hoe gaat die communicatie en het samenwerken met de burger verder na verloop van tijd? Voor jullie beide relevant misschien. Dat is denk ik een goede communicatie op je platform en heel duidelijk zijn in de kaders. Goed nadenken over wat je wel en wat je niet kan bieden in de participatie. Dus ook zeggen waar begint de participatie en waar houdt de participatie op. En volgens mij als je daar vanaf het begin af aan duidelijk in bent, dan gaat het over het algemeen gewoon goed. Ik denk dat eigenlijk de belangrijkste is. Ja, en Kim, heb jij daar wat op aan te vullen? Lise. Lise, ja. Nee, ik denk dat er altijd ook soms nog wat communicatie opneem. Zo'n ding begint bij ons vaak, denk ik, op het platform, maar halen wij dat dan ook weer af? En dan is dat gewoon een kwestie van, vinger aan de pols door een keer één iemand op te bellen, of er is één iemand verantwoordelijk. We geven vaak zo'n meter peterschap aan zo'n concrete project, zoals een moestuin, zodat er één iemand de verantwoordelijkheid heeft. Ja. En daar bellen of mailen wij af en toe een keer mee, en op die manier houden wij het contact.
Goed. En volgen wij dat verder op, ja. Ja, en een andere vraag die relevant is voor jullie beiden is, en dat is een vraag wat die vaker opkomt rondom interne organisatie. Van hoe is de organisatie in jullie gemeente rondom participatie? Is er een projectgroep organisatie breed? En hè, die projecten die jullie nu hebben besproken, hoe hebben jullie je daar intern om georganiseerd? Of je daar nog wat over wil vertellen specifiek? Ja, bij ons is dat, wij zijn als kernteam en wij houden eigenlijk een beetje vinger aan de pols van welke projecten gaan er op en lopen af. En wat is de diversiteit aan participatieprojecten die we bieden? En komen ze niet allemaal tegelijk? Dus we proberen ze ook wat te verspreiden. Maar in principe werken wij, zeg maar, vraaggestuurd. Dus het is aan een collega die denkt, hey, ik wil het platform gebruiken. En die komt bij ons als kernteam uit. En dan en de een wil heel graag echt samen nadenken. En dan hebben we hele leuke adviesgesprekken over hoe je de vraag het beste kan vertalen. En er zijn ook andere collega's en die weten heel goed, ik heb deze vraag, ik heb deze scenario's, die wil ik voorleggen aan mijn inwoners. En dat ga ik op deze manier doen. Nou, prima. En dan geven we gewoon toegang. En dan is het aan degene, en wij noemen dat dan de projectleider, maar dan natuurlijk degene die het project inbiedt op of indient op het platform. En die is daar ook voor verantwoordelijk. En die is zelf voor verantwoordelijk voor de afstemming met communicatie en de afstemming met eventueel een projectondersteuner. Oké, goed. En Lize, werken jullie ook met een kernteam? Of hoe werken jullie anders dan Schagen? Nee, eigenlijk bijna exact dezelfde manier. Wij zijn met twee collega's van mijn team, volgen wij eigenlijk regelmatig op. Wij zitten maandelijks een keer samen om te kijken van welke project staat er online, welke offline. Moeten we inderdaad een beetje schuiven soms hebben in de planning of in de thema's die erop komen. Maar elke projectleider blijft wel verantwoordelijk van A tot Z voor het project. Ja. En in het begin, toen we van start gingen met het project, hebben we wel heel veel tijd en energie geïnvesteerd om het te gaan voorstellen op alle verschillende teams binnen de stad. Zodat iedereen goed wist van, wat is dat platform, waarom kunnen we dat gebruiken? En zo is die bal wel een beetje aan het rollen gegaan. Ja, goed. Oké, en dan denk een afsluitende vraag, want we zijn bijna door de tijd heen. De andere vragen zullen we per e-mail beantwoorden. Ik vind dit wel een interessante over bijvangst. Hè, jullie hebben ideegeneratieprojecten eigenlijk gebruikt. Jullie vroegen burgers om met hun ideeën te komen. Soms komen er heel veel ideeën binnen. Wat doen jullie met die bijvangst, met alle ideeën die misschien niet specifiek relevant zijn voor dat projectonderdeel, maar misschien wel later voor het maken van beleid. Kim, je hebt er al iets over verteld, over het verkeersveiligheidproject. Hoe gaan jullie daar normaal gesproken mee om? Ja, dat is echt aan de projectleider van het project op het platform zelf, wat hij daarmee doet. Je hoopt ergens dat je de integraliteit bevordert en dat je collega's kan wijzen op dingen die je ziet. En dat gebeurt in meer of mindere mate. Maar een van de belangrijkste dingen achter het succes ook van het platform, je hebt tijd, geld en capaciteit. En dat verhindert soms ook dat je bijvangst ziet. Maar er ook niet de tijd en aandacht hebt om dat te parkeren in de rest van de organisatie. En toch gebeurt het wel. Het is dynamisch. Dus het gebeurt niet heel bewust. We weten dat het kan. En als het eventjes kan, dan proberen we het ook zeker in de organisatie te delen. Maar dat capaciteit en tijd zijn hierin een grote bottleneck. Ja, oké. Okay. En Lize, jullie gaan een project live brengen binnenkort, hè, waar waarschijnlijk heel veel ideeën op gaan komen. Hoe denk je daar, wat zijn jullie plannen daarvoor om die allemaal te verwerken? Dat wordt inderdaad nogal wel afwachten hoe overrompeld dat we gaan zijn. Ik denk wel, doordat de verwachting ook naar de indieners van het project heel hoog liggen, dat we daar wel, dat misschien nog relatief gaat meevallen, omdat je sowieso ook heel veel mensen gaan hebben die denk ik niet gaan zien zitten om die verantwoordelijkheid te nemen om alles uit te rollen. Maar het is natuurlijk inderdaad ook wel een angst van hoe gaan we daar een beetje mee omgaan. Maar
We zijn met, allee, we zijn eigenlijk met een ruim team die dat wel kunnen opvangen. Ik denk dat we echt wel in gesprek gaan met de mensen die het indienen. Bij het digitaal referendum zijn we wel serieus overrompeld geweest, want daar hebben we naast inderdaad de ja-nee-vraag ook de mogelijkheid geboden om nog andere suggesties te geven. En ik denk dat we daar meer of 3000 suggesties gekregen hebben. Dus allee, dan zaten we ook echt met het probleem van, eigenlijk kunnen we dat niet verwerken. Er zat dan ook allee, het niveau van suggesties die geven, was soms ook echt heel bot, dan kun je daar echt niet mee aan de slag. Allee, dus sinds 10 zijn we inderdaad al op ons goede van de... Oké, hoeveel verwachten we nu? Wat kunnen we daarmee doen? En proberen we toch de verwachting met mensen juist te stellen. Ja, dus communicatie daarin en over de kader soms van ideeën is belangrijk. Oké, de rest van de vragen zullen we denk ik per e-mail beantwoorden. Misschien... Joost, wil jij nog een vraag? Ja, nog één iets. Er zijn een aantal heel concrete vragen ook van mensen die we kennen. We zullen zeker zorgen dat die opgevolgd worden via de contactpersonen, al dan niet ikzelf of collega's. Ja. Dus, Linda en Elke en zo. Dus we gaan daar zeker nog op antwoorden. Hè. Ja, goed. En voor nu bedank ik allereerst de sprekers en Joost om het delen van jullie ervaringen. Dit was denk ik heel erg nuttig, ook gezien aan het aantal vragen. Erg veel interesse van hoe jullie dingen nou aanpakken. Dus bedankt voor jullie eerlijkheid en openheid en de praktische tips. En inderdaad, voor de mensen die hebben meegekeken, dank voor jullie tijd en aandacht. En we zullen jullie vragen nog per e-mail vandaag antwoorden. En vandaag, als het goed is, krijgen jullie ook de opname van de sessie en de links naar de platformen en de presentatie, zodat jullie dat nog in jullie eigen tijd na kunnen kijken of kunnen delen met collega's. Dus dit is het einde van de webinar en een hele fijne dag voor iedereen. Dag allemaal. Dag allemaal. Dag. Ja.